Hallo, ik ben Ellen en ik wil vandaag graag een filmpje laten zien over het werken met paperclay. Ben je geïnteresseerd in allerlei dingen van mixed media en art journal? Dan kun je ook eens kijken op onze Facebookgroep. Daar zitten allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in mixed media en art journal en tags maken en allerlei tips en trucs en allerlei andere leuke dingen uitwisselen. Dus ga daar zeker eens kijken. Wat is paperclay? Paperclay is een soort klei die als het opdroogt, is het net papier. Dit is vormpjes die ik heb gemaakt, die ik al gekleurd heb. Kijk, het is heel licht. Je kunt het kleuren en verven met allerlei soorten inkt en wat je allemaal nog niet hebt. Je kunt het stencilen, je kunt het verven, je kunt er alles mee. En het is heel licht. Dus als je het wil versturen of je wil er leuke dingen mee maken, dan is het niet zo zwaar. Ik heb wat voorbeeldjes proberen te zoeken, omdat ik heel veel gewerkt heb met paperclay. Maar ik geef altijd alles weg. Dus het was een beetje moeilijk zoeken. Dit is bijvoorbeeld een klein ATC-kaartje wat ik heb gemaakt met een paperclay klokje erop. Dit is een grotere tag. Hier heb ik een hartje van paperclay op gebruikt. En volgens mij moet er in mijn art journal ook nog wel iets zitten. Over de mensen die het willen weten. Dit is het art journal van Marlene van Studio Light. Even kijken. Ja. Kijk, deze. Er zit een klokje van paperclay op en bloemetjes. Hier heb ik ook met wax opgeverfd. Je kunt er heel veel mee. Het is echt heel erg leuk om mee te werken. Je kunt het in een hobbywinkel kopen. Maar hobbywinkels zijn duur. En ik ben dus ook groot fan van AliExpress. En daar heb ik deze gevonden en die kost echt maar iets van 1 of 2 euro. En je doet er heel lang mee. Het is een heel fijn spul. En als je ermee gaat werken, dan ziet er dat zo uit. Het is... waar lijkt het op? Het lijkt een beetje op marshmallow wat boven het vuur heeft gezeten. Dus, leuk spul. Hoe gebruik je dat? Nou, paperclay maak je in zulke mallen. Het zijn siliconen mallen, die kun je overal vinden. In de bakwinkels. Op AliExpress hebben ze ook. Volgens mij hadden ze bij de Action. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Of er zijn wel winkels die siliconen mallen hebben. Dus ik wil graag even voordoen hoe dat werkt. Ik heb hier ook een paar voorbeeldjes liggen aan deze kant. Die ik al gemaakt had. Die dadelijk uit de vorm kunnen. Dus dan kan het een klein beetje eruit. En dan kneed ik even dat de luchtbellen er goed uit zijn. En dan druk je die in de vorm. Het is allemaal niet zo spannend. Alleen zorgen dat er geen luchtbellen onder zitten. Want de onderkant is hier uiteraard boven. En als er dan nog luchtbellen in zitten, dan kun je er niks meer mee. Of ja, dan is het niet leuk als je een slakje hebt aan de voorkant en aan de achterkant zit er niks meer op. Op AliExpress hebben ze twee soorten paperclay. Je hebt deze, dit is echt papier. Je hebt ook een soort siliconen paperclay. Die werkt ook goed. Maar die is wat meer gummy, dus net kauwgum. En dit breekt, dus dit kun je ook heel makkelijk afsmeren en een vormpje mee vullen. Hoe netter dat je hem vult, dus zonder dat er dingetjes aan de zijkant nog langs afsteken, hoe makkelijker dat je hem uit de vorm krijgt en hoe weinig dat je bij hoeft te werken. Het enige nadeel van die siliconen vormpjes is dat het is enorm plakkerig. Dus ieder haartje en ieder pluisje blijft eraan plakken. Voordeel hiervan is dan weer wel dat je ze gewoon in de vaatwasser kan doen.
Deze vormpjes die niet zo heel dik zijn, die kun je na een nachtje, een paar uurtjes, dan zijn ze droog. Dan kun je ze eruit halen. En dan ik zal dadelijk even laten zien hoe je dat doet. Als je dingen hebt met veel detail, zorg dan ook echt dat het in alle hoekjes en gaatjes zit. Want anders heb je een niet compleet figuurtje en dat is gewoon zonde van je werk. En van je peperklei, want als het eenmaal gedroogd is, dan kun je er hoogtes iets van afknippen, maar je kunt het niet opnieuw weer iets eraan maken. En op een gegeven moment krijg je er een beetje handigheid in, een beetje gevoel hoeveel dat erin moet, hoeveel dat erin hoort en hoe dat je het beste kunt afsmeren. En het lijkt heel makkelijk en dat is het ook. Je krijgt een ontzettend leuk resultaat met heel weinig werk. Wacht, deze maak ik nog even af, want die wil ik morgen in de sneeuw gebruiken. Zo'n heel leuk klokje. Kijk. Mijn vriendinnetje Leontien is er ook helemaal weg van. Die heeft er heel veel leuke dingen mee gemaakt. Misschien dat ze er op het YouTube kanaal nog een foto van eronder wil zetten misschien. Ik zal het er eens heel lief vragen. Als je een oppervlak hebt wat groter is, zoals dit klokje, moet je niet te hard op je spatel drukken. Want dan haal je het midden eruit, zoals ik hier gedaan heb. Dus. Want doordat je erop drukt, gaat de siliconenmal ook naar beneden. En dan haal je de vulling eruit. En dat is jammer. Dus hier wil ik morgen iets mee gaan doen, dus die laat ik er nu even lekker in zitten. Zo. Zorg wel dat je de verpakking goed dicht doet, want als er te veel lucht bij komt, ja, dan droogt die uiteraard uit. Ik heb van die gripzakjes waar ik ze in doe, maar die heb ik momenteel even beneden liggen, uiteraard. Dit zijn de vormpjes die ik gisteren heb gemaakt, of gisteren heb gevuld. Maar met een beetje geluk zijn die vandaag droog. Dit is heel leuk, dit zijn lettertjes. Als je wil kijken of het droog is, ik zal even die grote pakken, dan pak je die mal en dan doe je dit aan de zijkant omhoog en dan kijk je. En als het in het midden niet plakt, dan kun je hem loshalen. Ik begin ook altijd aan de randjes, dat ik niks stuk kan maken. Nou is het vrij stevig spul, maar kijk hoe leuk dat is. Heel veel detail zit erin. Ja, daar word je toch blij van. Het is ook vrij sterk hoor. Je moet er heel rare dingen doen. Wil je het scheuren? Het klokje. Hetzelfde. Ik maak even de zijkant, de randjes los. En meestal als je de randjes los hebt gemaakt, dan komt het klokje vanzelf al los. Kijk, deze moet ik nog even laten drogen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar die plakt nog. Dus dan druk ik hem er gewoon opnieuw in. En dan leg ik hem hier neer. Dus dan voor morgen. En zo doe je dat eigenlijk met alle mallen. Als je een mal hebt die echt heel dik is, dan moet je hem echt een paar dagen laten drogen. Want dan dat pakt niet. Het duurt allemaal eventjes. Deze vind ik zo leuk. Kijk, dat is toch schattig. Ik kreeg gisteren ook een berichtje van, wat een leuk accent. Ja, ik ben nou eenmaal een Limburgse. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben er zelfs trots op, zo erg is het. En dan klink je een beetje anders dan de doorsnee Nederlander. Een bloemetje. Kijk hoe mooi die zijn.
Als je zo'n serie embellishments in de winkel moet kopen, dan ben je gewoon een hoop geld kwijt. En deze vormpjes, die kun je keer op keer op keer op keer gebruiken. Oh, dat is wel handig. Kijk, hieronder in het voetje zie je inderdaad dat er een... Pak die nou scherp. Dat er een luchtbelletje in zat. En dan mis je ergens een klein stukje. Nou is dat bij een paddenstoel niet zo'n ramp. Maar als je bijvoorbeeld... Ik heb ook een koets ik weet even een sneeuwtje. Van Door een Roosje. Of Assepoester, hoe heet ze. En die moet je natuurlijk wel helemaal hebben. Ja, en die heb je net gevuld. Oh ja. Vind ik ook heel erg leuk om te gebruiken in mixed media projecten. Het zijn allemaal knoopjes. Dus je vult een vormpje en je laat het een nachtje drogen. En de dag daarna heb je heel veel spulletjes om mee te knutselen. Kijk hoe leuk die zijn. Hoe vaak heb je dat al gezegd? Ja, een aantal keer. Maar ze zijn ook echt heel erg leuk. Die mallen zijn ook gewoon, als je op AliExpress zoekt op siliconen mallen. Of bakken, wat is het? Siliconen bakken. Ja, je komt ze vanzelf tegen, want het ligt er helemaal vol mee. Dit is een nieuwe, die heb ik zelf nog niet gezien. En die is nog niet droog. Ah. Nee, nog niet droog. Dus dan laat je ze zitten. Hoe moeilijk dat ook is. Deze is ook nog niet zo. Nou jawel. Ach, wat leuk. Dan heb ik er nog eentje, een kleintje. Ik vind die altijd heel erg leuk om bij elkaar te gebruiken. Ik heb ook een staartje van een zeemeerminnetje. Dan kun je daar een heel leuk thema mee maken. Deze heb ik vanmiddag gekleurd. Ik was aan het knutselen met mijn vriendinnetje. Via FaceTime, want zij woont helaas heel ver weg. En daardoor kunnen we niet... gewoon zo samen knutselen. Dus dan doen we het via internet. En wij zijn allebei weg van de Brusho poeders. Dat zijn deze. Dit zijn Brusho poeders. Als je gaat zoeken op Google onder Brusho, dan kom je ze vanzelf tegen. Dit zijn pure pigmentkristallen. En die zijn, ja, ik doe er alles mee. Ik vind ze echt fantastisch. Ik heb nog een filmpje met de Brusho poeders. Kijk daar maar even op, dan weet je precies hoe het werkt. En toen dacht ik, omdat iedere kleur bestaat uit verschillende kleurkristallen, dat het leuk zou zijn om daar misschien te kijken of ik er de paperclay mee kon kleuren. En ik heb eerst geprobeerd met brons, maar dat werkte niet. Die heb ik dan ook weggegooid. Ja, sommige dingen werken ook gewoon niet. En toen heb ik wat paperclay gepakt en daar een beetje brusho op gestrooid en opgerold. En weer een beetje plat, weer een beetje brusho, weer opgerold. En daarna niet al te veel meer gaan kneden. Want anders dan krijg je een effe kleur. Als je dat wil, dan kan dat. Maar ik wilde echt een beetje die verschillende kleurkristallen erin houden. Dus ik hoop dat deze droog zijn. Die streepjes die je er nu in ziet, komt hoe dat ik het met het palletmes de paperclay heb afgestreken. En dan hoop ik dat ze droog zijn. Niet helemaal. Maar ik haal hem er even goed uit, denk ik. Ik heb natuurlijk... Ah, wat een geluk. Oh, wauw. Kijk. De details vallen een beetje weg, omdat er zoveel kleur in zit. Maar als ik straks een beetje koper wax, mijn vinger nat maak, een beetje koper wax en dan eroverheen, dan komt die relief weer heel mooi naar boven. Ik vind het echt om te kijken. Die kleurtjes. Pakt hem niet, hè? Nee. Ja, wauw. Dit is de sea green, als je diezelfde kleur wil namaken. En deze kleur was de turquoise. Die zou ik ook meteen kunnen bewerken met koper of met goud. Maar waarom pakt hij hem nou niet?
Maar die is nog niet helemaal droog, omdat ik die vanmiddag pas heb gemaakt. En dan trek ik misschien, of dan druk ik het relief kapot. Dus die moet ik eventjes helemaal goed laten drogen. Oh, die zijn echt geweldig. Hier zeg ik dan, daar word je toch blij van? Jazeker. Dus die groene heb ik gemaakt met sea green. En die blauwe heb ik gemaakt met turquoise. En die oranje, ja, dat is misschien een beetje dom van me. Ik weet begot niet totdat je het uitspreekt. Maar ja. Gamboge, gambogen, geen idee. Het is een oranje tint. Ja, dat hadden we al gezien, natuurlijk. Ik vind het zo leuk, die sleutelgaatjes. Slotjes wil ik zeggen, niet sleutelgaatjes. Ja, ze zijn nog een beetje nattig. Dus die laat ik dadelijk even heel goed drogen voordat ik er. Hier had ik een beetje blauw over. Die heb ik er gewoon tussen gedaan. En dan kreeg je dus dit. Ik vind dit helemaal geslaagd. Dus alle spullen die je hebt, gebruik die ook eens op een andere manier. Gebruik die eens ergens voor waar ze totaal niet voor bedoeld zijn. Dit is bijvoorbeeld bedoeld om mee te verven en mee te kleuren. En ik denk gewoon, nou, ik ga dat uitproberen. En ik vind het ook altijd leuk om dingen goedkoper te zoeken als dat ze zo in de winkel kosten. Want ja, het is allemaal al duur genoeg. Dus als je dit wil gaan uitproberen, de peperklee van de AliExpress. Wil je zo lang niet wachten en je wil wel aan de gang, dan kun je ook kijken bij de Action. Daar hebben ze ook een vorm van klei die je kunt gebruiken. Die werkt ook heel goed, maar die is een heel stuk zwaarder dan deze. Deze is gewoon echt super om te gebruiken. En zoek je nog meer tips, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dat staat ergens bij dit filmpje wat je nu aan het kijken bent. En ga ook eens kijken op onze Facebookgroep. Charlotte en ik hebben een hele leuke Facebookgroep. En kijk, deze was nog een beetje nat. Zie je het? In de P zit nog een beetje. Och je. Niks moet. Je mag ook gewoon lid worden en alleen kijken. Het enige wat je moet doen is even een paar vragen invullen van hoe ben je hier terechtgekomen en wat wil je gaan doen. En dan deel je tips. Heb je zelf nog hele leuke voorbeeldjes van dingen die je gemaakt hebt? Zo. Zet die erop, dan kunnen we elkaar helpen. Dus als je deze dingetjes gemaakt hebt en je hebt ze nog niet gekleurd met een of andere kleurstof, misschien gaat het ook wel met inkt. Dat je een paar keer met inkt erop drukt en ze dan verwerkt, zou zomaar kunnen. Heb je iets leuks gemaakt? Zet het dan een keer bij ons op de groep of hier onder mijn Facebook-filmpje of onder mijn YouTube-filmpje. En ik vind het erg leuk om te zien wat jullie ermee doen. Misschien heb je wel betere tips dan wat ik had. Dankjewel voor het kijken. Doei!